Schon mit mir in alle Fries gesprochen. Sprachen. Ja. Schon mit mir in alle Fries gesprochen. Chits op paard naar je Noordertaal, naar je oude Friese groen. Maar chits op paard, je kom aan mij, vier in het roen. Het is wat nuwer, maar ik zit in de auto op een trein richting het Duitse waadeilongen Sylt. Af ze altijd bewenners Zeilsissen, Sul. Dit treinspoor is online in Joontje 20. Nou, en het is wel een hele bijzondere manier van reizigen. Sylt wordt ook wel het Saint-Tropez van het Noordenland. Hier in de Weskystrasse kist de Duitse jetset vinden. Maar alle dure auto's en luxe boutiques. Ik ben benieuwd wat al deze dingen van invloed hebben op de Sylringtaal. Mooie autoke. Sylt is een Duits eiland van zo'n 99 kilometer en had goed 18.000 inwoners. Het is het grootste Noord-Friese waadeiland en leidt dicht tegen de grens met Denemarken aan. Een lyts aantal inwoners, zowat 3%, praat nog Sylring. De taal jet krijgt lijk als de dialecten op Veur, Amroem en Helgoland bij de Noord-Friese taalgroep. Hoewel het Sylring minder broekt wordt in de duistig lippen, zetten de eilanders haar nog wel in voor het behoud van de taal. Met chit zullen wij in een nijspraak en te uderloon. Met chit zullen wij, ja, kom al mee, Ja, dat Sylring, daar wil ik nog wel wat meer van weten. En ik weet wel waar ik een native speaker vind ik in. En wil bij het traditionele ringrijden in Marsum. Ja! Hier is heute ringrijden. Ja? Finale. Ah. Finale. Also alle Vereine van de Insel, ja, schicken je 3 Reiter. Ja. Und, dann geht es einmal um die beste Gruppe, ja, heute Nachmittag, oder um den besten Einzelreiter. Ja. Ja. Ringrühren ist eine Tradition, was hier abbracht Höllenuhr. Das sind wir blieb. Blot, das ist auch mehr für die Söllringen und extra viel für die Touristen. Das kennen wir sehr. Sie sind extra für Touristen. Ja. Uns Alleinstellungsmerkmal ist das Brog. Es ist Sylring. Ja. Man gibt echt mal Fulieren, der Sylring-Snacke kennt. Ah, charakterisiert. Und hat der Tourisme auch Einfluss auf das Sylring? Die Touristen extra viel. Das lief ich auch. Das kennen wie es da zu Beginn, 1855, ist der Tourismus da beginnt in Westerlön, ja, dort in Westerlön. Und der in Westerlön heben der Blut Hochdeutsch snacket, ja, auch das wäre feiner. Sylring wäre es was für Buren. Okay. Und der heben in Westerlön, vor dem Mies Goegmo Sylring snacket, der wären viel Touristen, der sind langsam mehr Touristen kennen. Blut in der Terpa, Tinnem, Eichsem, Morsem, der heben viele Sylring snacket. Okay. Ja, der, ja, heben viele snacket. Ja. Also die Touristen hier, die mir nennen, ich lief dir das erkennen, auch dass wir so viel lüren, ehe das Haus war es krieg. Auch dass wir so viel lüren auf Island kommen sind, und der nie in Sörung verstuhen kann. Und der Skullem Höffelgwies in Dütz snacke. Ja, ja. Auch dass die lüren Kirk nie in Sörung verstuhen. Und auch in den Schulen, ob die Jungen ja auch nie in Sörung snacke. Auch dass die Ölern das verstuhen können. Keitem is een van de authentiekste dorpen hier op het eiland Sylt. De oude kapiteinshuizen doen we rondtinken onder het tiert van een walvisveert. En ik ben heel benieuwd wat ik hier nog van het Sylring vinden zal. Takkerwaai. Waai in het Sylring is haast hetzelfde als uurswaai. Of eens misschien wel precies hetzelfde.
in Duits het huis wezen, maar hier is het krijgt als buurs. Huis. De Zieltser identiteit die sterk verbonden is met de taal, besiekt je op het eiland in Libben te houden door verskate culturele activiteiten. En daar is ook geld voor. Zo stiep de Zeulring-vereniging meerdere musea en marionettentheater in het Zeulring. Daarnaast wordt op tal van skwallen les in het eilander dialect doen. Om bern en jongerein enthousiast te maken. Ook door de taal van muziek beziek je de eilanders het Zeulring in Libben te houden. Tineke, wat voor mooi koor hast u hier? Dat is het pokkenkoor van de Balansen School, een grundschool hier op Zeul. En je hebt jongen in het Zeulring? Ja, blot op Zeulring. We zongen niet in Duits geleerd, die is blot Zeulring. Alleen nog maar in het Zeulring? Ja. En is er een soort onderscheid in Wudden van het Duits en het Zeulring? Ja. Wat bent echt het grote verschil? We hebben... Dat zijn woorden wat het zelf zijn. Maar dat zijn ook woorden, bijvoorbeeld oort, ja. Dit woord, Zeulring oort, wat dat zijn. En dat zijn ook woorden wat een heel ander lexeem heeft, bijvoorbeeld ek, wat nicht betekent. Nicht? Nicht. Ek is nicht. Oh. Zo'n heel ander woord. Ik heb wat geleerd. Wenn we dit met de uitspraak hebben, hoe het schnakt, je kan het goed lezen. Mike, vertel toch. Kunt u het voorlezen? Schoenmanne. In alle Fries gesproken. Schön mit mir in alle Fries gesproken. Sprachen. Sprachen. Ja. Hör klingt din en hör klingt min. Hör klingt din en hör klingt min. Ah. Von Mom to Dochter, von Vater to Sohn. Von Mom to Dochter, von Vater to Sohn. Ja. En kun je me nog één keer van mijn jongen dan beziek ik eens mij te jongen. Schön mit mir in alle Fries gesproken. Die Sprache ist verbindt, wo klingt innen, wo klingt min. De vierde Witte sind mit Herren. Von der du stark versetelen, von Macht du Doktor, von Vordert du sehen. Ik mat er dan dochs onleuwen. Het feske sjongen in het Zeulring. En dat zil ik hier dan, in het Alt-Friesisches Haus. Dit is de kelderkamer. En is alles. En met de alkoven. En waar binnen we hier? Wat is dit? Ja, dit is dit alles. Ja. Dit op dit groen, op de staven neemt in dit. Is in huis bechturen, zocht zijn 140 al. Maar dit huis is het nusa te zijn is. Is ning is zovent 180 van een kaptein. Weil er abbecht uren. En dit werden Kopteinen hedet vor sein Würfbecht. En dit is een ganz automotenfeine Hüs. Dit is alles antiek. De Fliesen zijn ook, ja, ja, zijn ook van West-Friesland kennen. Ah, ja. Ja, ja de tegeltjes. Blompotje. Ja, het blompotje. Ja. En ja, en dit is hedet Koptein alles meebrocht, wann he van Fahrt tuss kennen is. Echt heel erg mooi, Maren. Maar het wordt tijd om het lied in het Zeulring te zingen. Zullen we dat daar bij die mooie antieke tafel doen? Ja, hoor. Ja. Kom. Ja. Zingen we in alle Friesprachen. Die spraak wat ons verbindt, hoe klinkt in en hoe klinkt mij. De vier hemmen leges en die tellen. Van tip tot stad, van zedelen, van mens tot achter aan vader te zijn. Met chitsen en wijn en ijsbrek en door de Friesen. Met chitsen en wijn, kom om mee, vier om mee. Vier om mee, vier om Dit wie het dan alweer. De laatste aflevering van 4 in het Roem van dit seizoen. Maar tak om hier ben ik de weg en ging ik op ziek naar nog meer familieleden van het Frieske.